Redacteur Marjolein gaat iedere week op bezoek bij huishouddeskundige Emiel Bode met een vraag van de kijker. De vraag van Wil Hekspoon uit Den Bosch. Zo, wat eten we vanavond? Uiensoep, Franse uiensoep. Oh, weet je, ik heb nog... Oude kaas, jij maakt de kaas. Is goed. Ik heb nog een brief gekregen over uien trouwens, van Wil Hekspoon uit Den Bosch. Mm-hmm. Die krijgt altijd ontzettend tranen in de ogen als ze uien snijdt. Ik is dat ook trouwens. En of daar nou niet iets aan te doen is. Het traanvocht ontstaat door zwavel. Zwavel in je ogen, de verbinding wordt nat en daardoor ontstaat het. Belangrijk bij uiensnijden om het te voorkomen is in ieder geval een scherp mes gebruiken. Want met een botmes gaat een ui pletten en komt dat vocht eerder vrij, die zwavel. Ik heb er zelf geen last van. Dat is één. Je hebt een bril, zou het daar dat komen? Dat zou kunnen, het zou kunnen. Ik heb het dus normaal gesproken wel, hè? Jij wel? Nou, probeer het dan eens. Nou, ik weet niet of ik daar nou eens op zit te wachten. Nou, die kan je kleiner maken. Het is zo pijnlijk voor mijn mascara dadelijk op zo'n filmcamera. Is dat zo? Nou, ik heb zelf nauwelijks last van. Misschien komt het ook omdat ik een bril op heb, dat weet ik niet zeker. Komen deze uit eigen tuin? Ik heb er helemaal geen last van. Dat kan dan nou, man. Die komen niet uit eigen tuin, nee. Want die uien zijn zo goedkoop dat... Nee. Nou, voel ik het wel een beetje, ja. Dat is een beetje vrijmoedig van mij. Ja. Dat is ook een beetje overdreven, ja. Er zijn overigens mensen die er helemaal geen last van hebben. Ik had een tante Trui in de familie. Die was van 1885 en die werd 95. En mijn schoonouders hadden op een gegeven moment een camping in een restaurant. En zij sneed de hele dag uien voor de frikandellen speciaal en alle andere. Traande nooit. Heb je een doekje? Voor jouw ogen. Wacht eventjes. Dankjewel. Ja, oplossing om het te voorkomen. Daar ja, waren we ik weet niet of een bril helpt, want mijn vrouw heeft er ook niet zoveel last van. Maar ik helemaal niet. Maar een oplossing is wel eens dat je een bepaald kapje op kan doen. Dat vind ik onzin. Sommigen doen het onder de afzuiger. Ja, dat deed mijn moeder ook wel eens. Ja, dat trekt die geur, zei je zo, omhoog. Ik ga gewoon bij die uien uit. Komt niet in je ogen. Maar de simpelste is natuurlijk gewoon, als je er last van hebt, onder water schillen. Dan kun je nou een ei onder water snijden. Ja, waarom kan dat niet? Dan moet je het zo doen, onder water, als je toch last van hebt. Maar je kan een moeilijke plakje snijden onder water. Nee, dat zitten we ook af te vragen. Dus maar heb je er nou nog last van? Nou, daar gaan we. Probeer het eens. Camera loopt. Heeft u ook een vraag voor huishouddeskundige Emiel Bode? Stuurt u dan een e-mail naar devraagvan@telegraaf.nl.